De nieuwe Trayeco 80 9 serie van Toyota. Dit is hem. We laten hem nog eens eventjes heel goed zien wat alle pluspunten zijn van deze nieuwe heftruck. Een van de voordelen van deze machine is het zijwaarts wisselen van het accupakket. Wat ook handig is, als je de accu wilt opladen, pak je de stekker eruit en sluit je de lader aan op deze stekker. Zonder dat je de hele klep open of dicht hoeft te doen. En wil je de accu wisselen? Dat gaat heel eenvoudig. Je haalt de beugel los. Een elektrische palletwagen eronder. Of een handpalletwagen met een beugel. Je pompt hem iets omhoog. En je trekt hem heel makkelijk naar buiten toe. Ook op het gebied van ergonomie is er goed nagedacht bij de bouw van deze machine. Je legt je arm neer. En je kunt in feite alles met één hand bedienen. Ook het display is heel compleet uitgerust. Alles is heel overzichtelijk in het display. Bijvoorbeeld de stand van de vorken. Kijk, ze staan nu achterover. Maar met het SAS-systeem kun je ze op een automatische manier horizontaal stellen. Kijk maar eens. Met de duim druk ik deze knop in. Vervolgens doe ik de mini-lever naar voren. En hij stopt vanzelf. Zodra die horizontaal staat. Ook kun je zien met de gewichtsindicator welk gewicht er op de vorken hangt. De handrem. De schildpad. Als ik hem van de handrem afhaal voordat ik ga rijden, laat hij automatisch de stand van de wielen zien. Wat ook erg mooi is aan deze machine, is dat hij automatisch afremt met de vorken. Want hoe vaak gebeurt het niet dat je iets te snel de vorken naar beneden laat zakken en dat die met een noodgang op de vloer kletteren. Bij deze machine gaat die automatisch afremmen en kan dat dus niet meer gebeuren. En uiteraard het rijcomfort van deze machine is ook buitengewoon goed. Ik ga nog even een rondje rijden. Bent u enthousiast geworden over deze machine? Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden. Bedankt voor het kijken.